Vandaag is er een belangrijke stap gezet in de erkenning van het beroep traditioneel schaapsherder. Het beroep wordt toegevoegd aan de lijst met immaterieel cultureel erfgoed. En het gaat dan niet om de grote commerciële ondernemingen. Een traditionele herder die loopt het hele jaar rond. En die commerciële herders, dat zijn grote bedrijven. En die worden opgedeeld in patjes, die schaapskudders. En er wordt gewoon een seizoensherder bijgezet. Ja, wij willen gewoon ons vak, we zijn allemaal trotse schaapsherders natuurlijk. En we willen ons vak gewoon doorgeven aan de volgende generatie. Want wij vinden dat dat belangrijk is. Dat het beroep vandaag is toegevoegd aan die lijst met immaterieel cultureel erfgoed, dat is reden voor een feestje voor de herders. Ja, daarmee maak je je verhaal krachtiger. U bent er dus heel gelukkig mee? Ik ben er gelukkig mee, ja. Ja. Het is voor de herders belangrijk, omdat het hen een positie geeft waarbij ze duidelijk kunnen maken dat het niet zomaar een stukje folklore is, maar dat het wel degelijk een ambacht is wat leeft, wat beweegt en wat een toekomst heeft.